Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Ik ga eventjes alles klaarzetten en dan gaan we zo meteen gezellig van start. Nou, vanmorgen gaan we even weer een kerstkaartje maken. Niet al te moeilijk. Ik heb alles al klaargelegd en het is eigenlijk voornamelijk in elkaar plakken. Dus we gaan er gewoon weer een gezellig ochtendje van maken. Ik hoor mijzelf weer in echo. Vergeten geluid uit te zetten. Af en toe gebeurt dat. Nou, ik had al het een en ander klaar liggen, voorbereid. En ik had zoiets van, nou, weet je, ik ga het gewoon proberen om de live te doen. Kan zijn dat ik af en toe een beetje knug en proest. Maar ja, goed, dat mag de pret niet drukken, toch? We gaan vanmorgen aan de slag met het mooie papier van Craftoklok. Daar heb ik ook vorige week al een live mee gedaan. Maar ik had dat nog liggen en dat papier vond ik zo mooi dat ik dacht van, weet je, ik maak er gewoon nog een creatie van. Ik ga mijn camera heel iets anders zetten, want ik zie dat ik hem een klein beetje scheef heb. Zo, volgens mij is dit beter. Ik vind dat altijd zo irritant om dan tegen zo'n scheve lijn aan te gaan kijken. Nou, we gaan gewoon snel van start. Want ik weet niet hoe lang ik het allemaal vol kan houden en dergelijke. Maar we gaan gewoon lekker op het gemakje even knutselen. Ik had wel één voorbeeld alvast klaar en die wil ik jullie eventjes laten zien. Want deze is ook gemaakt met dat prachtige papier van Craftoklok en dan de Holiday in Snow. Ik vind dat gewoon echt een geweldige lijn. En deze keer heb ik er, dat is trouwens deze, ik heb de 20.5 bij 20.5 heb ik gebruikt. En het is gewoon echt ontzettend mooi papier. Daarbij heb ik, want ik liet het gisteren al in de Facebookgroep zien. We hebben van Spellbinders een ontzettend gave 3D embossingfolder binnen. En ik wilde die embossingfolder, die wilde ik ook eigenlijk al in gaan kleuren met een leuke watercolor. Dat is natuurlijk ook altijd ontzettend leuk. Maar toen had ik zoiets van, weet je, het is ook heel erg leuk om die achter een kaartje te gaan doen. Dus ik heb die embossing folder ook hierbij gebruikt. En die heb ik met Distress Ink tot kleur gemaakt. Mocht ik die andere creatie straks snel klaar hebben en ik heb nog energie over, laat ik even zien hoe ik dat gemaakt heb. Anders doe ik dat in een volgende uitzending nog even. Want ik heb daar nog een ontzettend leuk ideetje mee. Ook gewoon voor vintage kaarten. Maar voor nu gaat hij aan de kanten. We gaan vanmorgen aan de slag met deze creatie. Nou, het wordt een lekkere bomvolle creatie. Ik heb daarvoor een malletje van Dutch Doobadoo. En dat is de Shape Art Mal. En dat is nummer 470-784-144. En die ga ik gebruiken. Nou, ik moet even een paper distresser zien te vinden. Die hebben we eventjes weer nodig. Ik heb van alles klaargelegd. Ik ga het gewoon aan de kanten leggen. Ik hoop dat ik dan straks nog ongeveer weet hoe ik alles had liggen. Maar dat zien we wel. En anders wordt de opbouw gewoon weer even net wat anders. Het papier. Nou, dit is dus een laagje uit het designpapier. Daaronder heb ik een stukje designpapier met die mooie breipatroontjes. En ik heb het linnen karton en dan de kleur jeansblauw. Ik heb de producten ook allemaal gelinkt, dus dat kun je daar allemaal weer terugvinden. We gaan het niet zo extreem ruw maken. Gewoon eventjes een klein beetje de randjes weer. Ja, dit papier van Craftoklok is echt prachtig.
Daarom wilde ik ook zo graag nog even extra kaarten meemaken. Want weet je, er komt gewoon zoveel. En heel vaak ben je dan geneigd om maar één creatie of twee creaties met een papierlijn te maken. En ik vind dat gewoon jammer. Nou, goedemorgen. Welkom voor de kijkers nog. Ik had het even een klein beetje laat aangekondigd. Want ik wist gewoon echt niet of ik het zou kunnen redden of niet. En ik had vanmorgen zoiets van, ja, ik ben nu positief getest. En ik moet nu toch verplicht thuis zitten. En ik ben niet iemand die heel graag hele dagen in zijn uppie alleen thuis zit. Dus ik denk, dan heb ik ook mooi alvast 's morgens een beetje afleiding. Maar ja, goed. Het is gewoon eventjes niet anders. Ik ben er nog niet heel ziek van. Maar ja, 's nachts dan lig je voornamelijk heel veel te knuggen. En neus dicht en dergelijke. Maar ja, goed. Als het daarbij blijft, dan teken ik ervoor. Ja, en weet je, als ik een gewone griep heb, dan ga ik ook altijd gewoon door. Dus ik zie wel gewoon. Ik doe natuurlijk wel ietsjes rustiger aan. Ik ben niet helemaal topfit. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik er tot nu toe echt ziek van ben. Maar je weet maar nooit. Bij sommigen gebeurt het ook pas na een aantal dagen. Dus ik hou het gewoon in de gaten. Nou, ik scheur deze weer even een beetje in. Dat vind ik wel leuk. Een beetje een oud effect. Kussen onder je matras. Nou, dat gaat bij mij niet werken in verband met mijn bekken. Dan lig ik heel verkeerd. Dus dat gaat bij mij niet. Maar wel bedankt voor de tip. Nou, ik heb bezoek van 134 mensen. Nou, super gezellig. En dan, ja, weet je, dat is voor mij ook gewoon, ja, de lives en zo, dat is ook voor mij gewoon een lekkere uitlaatklep. Want normaal gesproken ga ik dan elke dag even een loopronde naar de winkel doen. Dan spreek je in ieder geval nog eventjes iemand. Maar ja, dat mag nu niet. En ja, alles telefonisch, dat vind ik ook niet wat. Maar ja, we doen het er gewoon eventjes mee. Deze ga ik alvast opplakken. Ik plak hem nog niet op de onderkaart vast, omdat ik nog even niet weet of ik er straks misschien nog iets van een lintje doorheen ga rijgen of hoe of wat. dan heb ik die ontzettend gave standsmal van Studio Light weer uitgestand. Dat is de wintermandala. Die heb ik uit wit kaartkarton. Die wil ik daarop gaan doen. Ik ga deze alvast even met de peperdistress doen. Weet je, ik ga gewoon eerst even alle elementen die ik erop ga plakken, even voorzien van een beetje gesso. Dan is dat maar klaar. Nou, dit leuke envelopje, dat komt uit het Junk Journal set, wat hierbij hoort. En ja, daar zitten echt van die leuke envelopjes in. Je kan er dus gewoon een straks met de kerst een cadeau envelopje van maken. Of je kan er weer een pocket in stoppen. Net wat jij zelf leuk vindt. Ik denk dat ik er straks gewoon een klein labeltje in ga stoppen. Je kan er eventueel een cadeaukaartje in stoppen. Straks voor de kerst. Mocht je trouwens dit weekend nog willen bestellen, we hebben weer een actie met 10% korting. Dus dat is ook altijd mooi meegenomen. Nou, ik zie dat Sabine de producten ook linkt. Super, dankjewel. Als het goed is, staat de link ook al boven mijn bericht. En het kan zijn dat ik straks nog wat extra dingen ga gebruiken. Maar dat zien we wel. Wellicht niet.
Want ik vond de kaart al wel aardig klaar. Nou, deze elementjes heb ik al allemaal lekker uitgeknipt in mijn stoel. Dat is altijd een lekkere klusje om te doen tijdens het rusten. Dus daar heb ik me alweer heel wat uurtjes mee vermaakt. Ik had alleen geen tijd om van tevoren alles met de gesso te doen. En ja, ik vind dat toch altijd wel ontzettend leuk, dat gesso. Dat maakt het zeker ook bij de winterse kaarten altijd weer net eventjes wat, wat speelser weer. Kijk, in dit set zitten ook gewoon echt hele gave bloemen. Nou, dat hoef je niet eens alleen voor de kerstkaart te gebruiken. Dat kan je ook voor allerlei andere kaarten wel gebruiken. Oh, mijn stoel kraakt. Dat is verschrikkelijk. Dat jullie niet denken dat er hier allerlei andere gekke dingen gebeuren. Maar het is gewoon echt mijn stoel die ontzettend kraakt als ik dan wat beweeg. De doily, staat er die niet bij? Oh, nou, ik ga zo even kijken. Volgens mij heb ik die doily hier nog wel liggen, dat ik hem eventjes kan laten zien. Nou, een paar vogeltjes erbij. En dan hebben we straks het voorbereidende werk alweer gedaan met de peperdistresser. Och, met de peperdistresser, hoor mij eens, met de gesso. Dan kunnen we straks ook volop aan het plakken gaan. Ik ga eens even kijken of ik de mal van de doily hier heb liggen. Zou haast wel, maar je weet maar nooit. Misschien gaan we deze er straks ook nog bij doen. Nee, die doily heb ik hier helaas niet. Kan ik niet laten zien. Ik was gistermorgen die ligt nog in de winkel. Want ik was gistermorgen in de winkel en toen had ik dus die test gedaan. En toen kwam ik er dus achter dat ik positief was. Dus toen heb ik in de gauwigheid van alles nog even meegenomen. Maar dus niet alles. En die is dus helaas in de winkel blijven liggen. Dus komende dagen kan ik die mal in ieder geval eventjes niet meer gebruiken. Ik ga hem in ieder geval straks na de live nog wel eventjes voor jullie linken. Dan kun je hem daar weer terugvinden. Nou, ik ga deze pocket even met dubbelzijdig tape vastplakken. Dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Oh, noteren jullie trouwens ook alvast in je agenda. Ik heb het vanmorgen ook al in de groep gezet. 1 oktober gaan wij voor het eerst weer een grote demodag doen. Dan hopen we dat dit jaar dat er geen corona is wat ons evenement weer roet in het eten gooit. Maar we willen het toch een keer weer proberen. We hebben tot nu toe 9 dames die komen. Maar ik ga proberen. Ik ben nog in afwachting van nog wat dames. Wellicht komen er zo'n 10 demo's. Het is wel op de bovenverdieping, dus je moet een trap op. Maar dat is helaas niet anders. Ik ga ondertussen alvast mijn lijmpistool even aanslingeren. Want dan kunnen we... Kunnen we er straks eventjes de opbouw gaan doen. Ik ben vergeten om hier een gaatje in te maken. Dus dat ga ik alsnog maar eventjes doen. Want ik wil daar straks een... Ik pak toch gewoon mijn kroppendal daarvoor. Even een klein gaatje. Nee, dat gaat niet passen, Janine. De kroppendal die krijg je er niet meer door. Ik ga
Gewoon met deze kleine. En dan hoop ik dat ik ze straks een beetje... Als je dat nou aftekent, dat is een stuk makkelijker. Nou, jullie merken wel, ik ben wel een beetje... Niet helemaal bij de pinken, geloof ik. Maar dat geeft niet. Hier komt in ieder geval zo'n reinforcer met een splitpennetje. Zodat we in ieder geval ons kaartje straks dicht kunnen doen. Nou, je ziet hier niks van. Dat is niet handig. Weet je wat ik doe? Gewoon... Met de schaar een gaatje maken. Nou, ik heb hele leuke splitpennetjes. Die passen daar nog precies weer achter. Was makkelijker geweest als ik dit dus vooraf had gedaan. Voordat ik hem in elkaar had geplakt. Ja goed, het kan nog. Het is gelukkig niet zo'n heel klein... Klein gaatje. Nou, daar is hij een klein beetje scheef. En daar hou ik niet zo van. Dus ik moet toch even een extra gaatje maken. Even kijken. Ik moet nog ergens een splitpen hebben liggen. En dat heb ik ook. Oh, de doily Viola zet hem er al in. Tenminste, dat zie ik nu... Dus super, dankjewel. Ik ga hem straks ook nog even linken, die doily. Hij is echt ontzettend leuk. Link van die doorzichtige envelop. Wat voor doorzichtige envelop bedoel je? Kijk, dit is toch leuk? Nou, daar gaan we even een touwtje omheen doen. Aan dat touwtje kun je eventueel ook nog weer een leuk bedeltje hangen als je dat leuk vindt. Maar dat ga ik nu in dit geval eventjes niet doen. Zo, dit is het hempkort van Vase. Die wilde ik daarop gaan plakken. Dan ga ik even bedenken qua opbouw hoe we het weer gaan doen. Die gaat zo komen. Daar zit en vergeet niet in beeld te blijven. Ik doe mijn best. Even kijken. Die wil ik daarop gaan plakken. Ja, het zijn echt zulke gave plaatjes dat je gewoon niet weet wat je... er allemaal bij wilt gaan plakken. Er is gewoon zoveel leuks. Die kalender mag ietsjes naar beneden. Die kan daar nog wel weer iets achter geschoven worden. Want ik vind dat bruine wel weer leuk om ook weer terug te laten komen. Dan een mooi bloemetje. Die komt hier nog weer een beetje achter. Ja, ik kon gewoon eigenlijk niet echt keuze maken in de embellishments. Want er is gewoon zoveel leuks dat je gewoon blijft kijken van... Oh, kan dit er misschien nog bij? Kan dat er misschien nog bij? Maar ja, we moeten het natuurlijk ook niet te vol gaan maken. Even kijken, hier achter die envelop kan ook nog een leuk blaadje. Daar kan nog een blaadje. We hebben nog een leuk besje. Nou, dat besje, dat kan daar wel weer op.
Ik heb nog hele leuke vogeltjes. Nou, één vogeltje mag hierop, denk ik. Die komt dan een beetje in 3D daarop. Ik heb nog een leuke klok. Oh, wacht, die sterretjes die had ik hier nog weer op willen plakken. Dus gewoon op ons labeltje komen die sterretjes nog weer. Nou, volgens mij denk ik dat we dan straks al niet eens zo heel veel meer er nog bij moeten doen. Ja, een leuke tekst nog. Twijfel, ik vind die ook wel heel erg leuk. Oh, weet je, die kan ook wel een beetje daar nog achter piepen. Dat is wel leuk. En dan die misschien. Kijk, dan hebben we de onderkant van ons van de pocket ook mooi een beetje weggemoffeld. Ik denk dat ik het zo ga doen. Nu irriteer ik mij alleen aan dit kleine stukje hier in het midden. Dus dat knip ik er nog eventjes uit. Dat witte, dat vind ik nooit zo leuk. Zo. Eventjes een klein beetje bijknippen. Ik ben benieuwd of jullie al veel bezig zijn met de kerstkaarten of dat jullie er nog niet zo heel veel zin in hebben. Nou, als het goed is, ga ik voorlopig nog even door met de kerstkaarten. Want mocht ik komende dagen niet meer klachten krijgen, dan hoop ik dinsdagavond bij Studio Light nog weer live te gaan. Ook met de kerst. Dus we gaan ons best doen. Ja, ik heb dat eventjes onder voorbehoud, want ik hoor al van sommigen van pas na een paar dagen krijg je klachten. En ja, mijn vader die was ook positief en die was er ook na een paar dagen pas goed ziek van. Dus we moeten er maar eventjes afwachten. Nou, die gaat daarop komen. Ik ga een slokje thee pakken en dan gaan we alles vastplakken. Even kijken. Nu wil ik het een beetje op deze manier ook vast gaan plakken. Dus ik druk hier even een beetje lijm onder. Die hoeft namelijk ook niet helemaal vast. Dan pak ik dit hele zwikje zo vast. En dan gaan we het gewoon een beetje stap voor stap weer opbouwen. Ik heb er deze keer helemaal geen lintje bij. Hoe kan dat nou? Dat is toch ook wel heel ernstig. Maar het kan nog. Niks zit nog helemaal muurvast. Dus ik kan alsnog een lintje gaan pakken. Maar ik denk dat het in dit geval niet nodig is. Ik denk dat het dan veel te druk wordt. We hebben wel een heel klein touwtje eraan. Dat maakt ook alweer veel goed. Ja, eigenlijk kan dat niet, hè, Sabine. Nou, heel misschien dat we er straks nog eentje erbij doen. Maar ik ga vanuit van niet. Ik ga deze iets inscheuren. Dat vind ik wel weer leuk. Dat maakt het gewoon net even weer wat ouder. Nou, die plaatjes komen dus allemaal uit de pakketjes van Craft O'Clock. Ik vind dat gewoon echt van die ideale pakketten. Daar ja, heb je gewoon eigenlijk alles, alles compleet bij de hand. Bij elkaar, zeg maar. Dan hoef je niet echt nog weer te zoeken naar allerlei decoratie-items. Het matcht qua kleur gewoon ontzettend goed. Deze ga ik even met foam of een beetje dubbelzijdig tape opplakken. Nee.
Ja, inderdaad. Janine zonder lintjes is net hetzelfde als Jeanette zonder, zonder bloemetjes. Ja, die heb ik te verder ook niet op papieren bloemetjes. Maar we hebben wel geknipte bloemetjes. Ja, en weet je, ik vind het soms ook gewoon makkelijk om dit soort dingen. Want zoals dat knippen ook. Het scheelt gewoon zoveel qua ook ja, overige decoratie. En ik hoef er nu niet heel veel erbij te stansen. Dus dat is voor mij gewoon ja, een stuk makkelijker om te maken. Nou, die gaan we daarop plakken. Bloemetjes heb je nooit genoeg. Nee, dat klopt. Daar hebben we echt nooit genoeg van. Mijn lijmpistool is warm, dus ik ga hier even beginnen om deze vast te plakken. Ondertussen stop ik eventjes wat in mijn mond, want anders dan krijg ik zo een gigantische hoestbui. Ik heb af en toe van die hoestbuien, die voel ik dan aankomen, dan zijn het echt van die kriebelhoestbuien en daar word je niet zo blij van. Die was ik vergeten. Hier hadden die bloemetjes nog bij gemoeten. Maar die kunnen er alsnog achter. Kijk. Het is alweer ontzettend leuk. Tot nu toe ben ik al heel blij met mijn kaart. Het wordt echt weer een bomvolle Janine kaart, geloof ik. Deze druk ik er ook nog een beetje achter. Oh, ik had er ook nog wel van het sisal eigenlijk bij kunnen doen. Nou ja. Hoeft ook niet altijd, hè. Weet je, de creaties hoeven ook niet altijd allemaal hetzelfde te zijn. En dezelfde materialen. Ben je wel snel geneigd in, maar... Deze... Druk ik daar nog weer achter. Ik moet hem ietsjes afknippen, want hij komt anders iets te verder uit. Ja, hij is al heel erg vol, dat klopt. Ik ben altijd wel van die, ja, redelijk volle kaarten. Ik vind het altijd wel leuk. Maar weet je, dat moet ook je stijl zijn. En je kunt ook gewoon minder opplakken. Dat is gewoon net wat jij zelf, ja, wat jij zelf wil. Even kijken. Deze kwam hier zo ongeveer. Dan laat ik dat blaadje er weer overheen vallen. Die plak ik ook gewoon eventjes iets vast. Even kijken, dan kwam dat labeltje daar nog weer achter. Ja, aan de ene kant... is het altijd heel fijn om te werken met een lijmpistool, want het zit altijd gelijk vast. Maar ja, aan de andere kant, als je dan de indeling weer net even wat anders doet dan de vorige keer en je weet het niet meer, ja, dan is ook vast is vast, zeg maar. Ja, goed, we kunnen nog een beetje schuiven. Ik vind dit ook wel leuk zo. Die komt daar weer op. En deze komt daar weer op.
Ja, dit weekend is inderdaad. Dank je wel nog weer voor de reminder, Sabine. Dit weekend is dus 10% korting. Dus wil je nog iets leuks shoppen? Het scheelt natuurlijk wel weer. Nou, deze wil niet luisteren. Die gaat alweer los. Er is in ieder geval wel afgelopen dagen heel veel nieuws bij ons binnengekomen. Ik had het gistermiddag willen laten zien. Maar ja, goed. Ik was even niet meer welkom in de winkel. Maar als alles mee zit, denk ik dat Jeanette dan dinsdagmiddag even een live showtime doet met de nieuwe producten. Want wellicht ben ik dan ook nog niet in de winkel. Dus dan, Jeanette die werkt dinsdag. Dus dan misschien wil zij het wel een keer doen. Wat is een fijn lijmpistool die niet al te veel draden trekt? Nou, deze waar ik nu mee werk, die vind ik heel erg fijn. Dat is die van Vasen Creative. En die van Crafters Companion is in principe hetzelfde. Ja, daar werk ik in de winkel altijd mee. Ben ik ook heel blij mee. Maar het grootste, ja. Probleem of het belangrijkste waar je op moet letten is dat jij gewoon goede lijmpatronen haalt. Want niet alle lijmpatronen, het scheelt vaak aan de lijmpatronen of je veel draden hebt of ja, dat het meevalt, zeg maar. Dus het ligt niet altijd aan het lijmpistool, maar heel vaak aan de lijmpatronen. Ik denk dat ik die vogeltjes er gewoon zo op ga doen. En dan ga ik er een klein beetje sneeuw onder maken. Ik denk dat we dat gaan doen. En dan ga ik toch nog even proberen of het leuk is om er een mooie ijskristalborder nog langs te doen. Ik merk dat ik een klein beetje naar beneden werk. En dat kan ik helaas vandaag even niet anders doen. Want afgelopen week het weer en ja, toch niet helemaal fit zijn. Dat slaat heel erg op mijn rug. En dan kan ik even niet heel erg naar beneden werken, zeg maar. Anders dan ga ik heel erg boven mijn macht werken. En dat heeft ook geen. Dat werkt ook niet. Even kijken. Ik ga er nog een tekst in ieder geval bij doen. En voor de tekst heb ik nog weer. Even kijken. Ga even spieken tussen mijn standjes. Nee, dat gaan we er niet bij doen. Voor de tekst heb ik nog wat leuke stickertjes. Of ja, het zijn geen stickertjes, het zijn van die kant-en-klare strookjes. Ik ga even kijken welke tekst gaan we erbij doen. Eigenlijk vind ik Winter Wonderland en Joy to the World wel leuk. Kijken deze. Misschien dat er best wel twee teksten op kunnen. Winter Wonderland. Nee, ga ik niet doen. Ik ga gewoon één tekst en ik ga daar onderaan ga ik lekker een beetje sneeuw maken. Winter Wonderland ga ik even met een beetje foamtape opplakken. Die komt er ietsjes hoger bovenop. Maar waar heb ik mijn foamtape? Ik heb hier wel foamtape. Dan maar gewoon even een nieuwe pakken. Dan weet ik zeker waar het ligt.
Altijd fijn om een beetje voorraad daarvan te hebben. Deze gaan we er achter plakken. Een beetje witte accentjes er nog aan. Dat maakt het wel weer eventjes de finishing touch. Zo, Winter Wonderland. Even kijken, dan hebben we van Studio Light nog hele mooie plakparels. Die kunnen er ook nog bij. Dat zijn de, dat is de Pearl 09 de koper. Koperen sterretjes. Altijd leuk. Die ga ik hier onderaan plakken. Twee sterretjes daar. Nou, dan moeten we zo nog even spetteren met onze Posca-pen. Om een beetje witte stipjes nog weer te maken. En dan ga ik nog even bedenken wat we als laatste doen. Even kijken, ik ga even voor de zekerheid deze stansmal uitstansen om te kijken of het leuk is om er die bij te gebruiken of niet. Het kan best zijn dat het helemaal niet leuk is, dat het veel te veel wordt. Maar ja, als we het niet proberen, weten we het zeker. Ik ga hem even weer uit het jeans cardstock van Kraft van Cardeco gebruiken. Die gaan we eventjes erdoor draaien. Zo. Even voorzichtig eruit te halen, want het is best wel een gedetailleerd stansmalletje. Ik wil niet dat hij kapot scheurt. Ik merk dat hij niet helemaal overal super goed uitgestanst heeft. Of tenminste, het zit er ietsjes vaster in deze keer. Omdat ik een hele kromme plaat heb. Ik moet even een nieuwe snijplaat hebben voor mijn machientje. Heel af en toe zijn ze aan vervanging toe. En ik moet heel eerlijk zeggen, dit is nu de allereerste die ik dan ook ga vervangen. En ik heb deze machine echt al heel erg lang. Dus wat dat betreft, je kunt met die platen heel lang door. Ik ga eerst kijken of het leuk is voordat ik al die dingen eruit ga pielen. Want misschien is het helemaal niet nodig. En dan past hij er straks niet aan. Dan ben ik alleen maar mijn tijd aan het verdoen met dingetjes eraf halen. Even kijken. Dan zou ik hem er ook op kunnen plakken. En dan ga ik hem ietsjes bijknippen, want zo is hij te groot. Ik ga gewoon even kijken of dat leuk is. Gewoon dit even eraf knippen.
Soms kan het net de finishing touch zijn of soms kan het net too much worden. Nou kijk, als ze hem nu een beetje zo erachter plakken. Kijk, dat is wel weer ontzettend leuk. Alleen kan hij dan net niet staan. Dus dan moet deze swirl er ook nog af. Dan gaan we hem gewoon ietsjes inkorten. Je kunt dus van alles doen met die stansmallen. En anders kan ik misschien nog een andere border er even langs gooien. Even kijken. Deze moest hier dan afgeknipt worden. En even kijken. Deze moest er dan ook af. Even zien dat ik ze aan beide kanten wel hetzelfde ga knippen. Want anders krijg je een beetje een rare border natuurlijk. Dat moeten we ook niet hebben. Deze knippen we zo. Kijk, zie je, dat is toch leuk. Ze hebben toch nog een hele mooie ijskristallen border erachter. Nou, die losse stukjes die zal ik er na die tijd wel eventjes netjes uit gaan halen. Daar zal ik jullie niet mee gaan vermoeien. Dat doe ik straks eventjes met een met zo'n handig tooltje met die piktool van Joycrafts. Nou, dit kan in ieder geval op de onderkaart. En zie je, als een randmal dus te lang is, dan kan je er best wel zelf nog een beetje creatief mee zijn en even een ander modelletje weer van gaan maken. Nou, deze plakken we hierop. Hier moeten we natuurlijk wel eventjes weer een beetje gesso nog opdoen. Een mooie sneeuwkristalborder. Die gaan we erop plakken. En dan vind ik het straks ook mooi geweest. Ik had in eerste instantie gezegd van misschien dat ik nog even die andere kaart zou gaan maken. Maar ik ga het niet doen, want ik begin toch wel een beetje aardig. Ja, ik heb gewoon wel redelijk hoofdpijn en een zwaar hoofd. En ik merk dat het nu straks ook wel echt lekker klaar is. Maar ik heb in ieder geval lekker een kerstkaartje weer klaar. Ik had het klaar liggen en denk, weet je, ik ga het ook gewoon afmaken. Want klaar is klaar, dan kunnen we weer verder met het volgende project. Nou, deze ga ik hier nog achter plakken. Even een beetje lijm. Zo. Nou, de producten die ik dus nog niet gelinkt had, dat ga ik nog eventjes doen. Dat komt straks nog eventjes. Kijk, deze plakken we daar weer mooi achter. Ja, die border die is wel echt heel erg gaaf. Dan kunnen natuurlijk op die border nog wel eventjes wat leuke ijskristalletjes of plakpareltjes nog weer doen. Dat is wel weer nette finishing touch. En dit is ook gewoon een koperkleurtje. Past weer heel mooi bij dit papier. Nou, die losse elementjes die haal ik er dus nog uit. En de foto die houden jullie ook nog even te goed. Dat komt ook nog eventjes. Maar ik heb in ieder geval weer een lekkere creatie klaar. Oh ja, en ik wou er nog sneeuw onder gaan maken. Oh, dat ben ik ook vergeten. Ja. Lekker wat sneeuw eronder. Vogeltje zit een beetje in de sneeuw. Onder het takje nog een beetje sneeuw.
sneeuw gaat ook nog een klein beetje over dat hout heen. Kijk, dat is toch leuk. Het is wel weer net een finishing touch. Nou, ik vind het helemaal mooi. Ik ben hartstikke blij met mijn creatie. Ik vind het echt... ja, het is ook gewoon echt een prachtige lijn. Nou, ik heb dus weer twee creaties hiermee gemaakt. Dit is dus de Holidays in the Snow van... Holidays in the Snow van CraftoClock. Producten staan gelinkt. Dit weekend kunnen jullie weer met 10% korting bij ons shoppen. Dus wil je nog wat aanschaffen, profiteer dan uiteraard gelijk even van die korting. Maandag is, even kijken, Jeanette weer live. Dus ook komende week zijn er weer allerlei leuke lives. Hou het gewoon in de gaten. Vandaag te veel onderaan of niet in beeld gewerkt. Nou, volgens mij viel het nog wel aardig mee. Ik weet niet of iedereen daar last van heeft, maar volgens mij valt dat best wel mee. Straks als ik in mijn nieuwe huis zit, dan zal de camera ook op een andere manier gaan hangen. Maar ik kan dat hier gewoon niet, dus helaas, het houdt gewoon op. Voor nu nog een hele fijne dag verder en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!